fuck? Wat is een CAO? CAO staat letterlijk voor collectieve arbeidsovereenkomst. Oké. Goed zo. En daar staan dan ook alle afspraken in wat betreft de arbeidsvoorwaarden. Zoals je loon, je toeslagen, de duur van je werkweek. Vakantiedagen. ADV-dagen. En dat kan per branche verschillend zijn. Zo heb je een horeca-CAO, maar je hebt bijvoorbeeld ook echt voor de... bouwvak heb je ook een aparte CAO. Er zijn natuurlijk weer hele andere regels aan verbonden dan iemand met een kantoorbaan. Sommige bedrijven hebben ook hun eigen CAO, maar meestal zijn dat wel echt hele grote bedrijven. Die hebben gewoon helemaal voor zichzelf een CAO aangemaakt. Ik moet zeggen, ik had nooit eenmaal scherp onder welke CAO ik viel. En dat vroeg ik gewoon even bij mijn werkgever en dan wist ik meteen waar ik onder hoorde. En meestal kan je het ook vinden in je arbeidsovereenkomst, onder welke CAO je valt. Ja. Heb je nog meer vragen over werk? Check deze video's of stel ze in de comments.